Je lekker geslapen? Ja. Ja. Waar gaan we naartoe? Amerika. Good morning from New York City. Hi friends. Nou, de eerste keer dat we dat konden zeggen voor de vlog. Dat was leuk. Yay, echt heel leuk. Nou, wij zijn vanmorgen al op een hele trektocht geweest met de metro. Het werkte voor ons voor geen klap. Nou ja, je ziet zeg maar niet op je app staan. Toe, bla bla bla, weet je wel. Je ziet als alleen je in Nederland de metro, holte, dan maar zie je het eindstation erbij staan. Dus dan weet je welke richting je moet pakken. Maar dus we hadden de verkeerde kant. Ja, dus we hebben denk ik wel nou, een uurtje in de metro gesleten. Dat kan ook over. Nou, zoiets wel. Nee, joh. Lang. Echt wel. We hebben lang in de metro gezeten. 40 minuten. Nou, dat is bijna een uur. Ja, vond ik ook wel. Dus, we zijn naar Brooklyn gegaan. Daar zijn we nu aangekomen. En dan gaan we nu eens kijken of we de Brooklyn Bridge kunnen vinden. En Kiki die had goed bedacht. Het is leuk als we dan met de metro naar Brooklyn gaan. Dan loop je hem dus over richting Manhattan met de skyline. Ja. Dat is een goed idee. Even uitpuffen van de hoge trap in het metrostation net. Ja, en het is heel warm. Het wordt vandaag 32 graden, hè? Ja, oh ja, nou. Zo friends, we zijn onderweg aan het lopen eigenlijk richting de Brooklyn Bridge. Maar we hebben even een straatje gepakt. En dan lopen we recht op deze brug af. Kan je dat zien zo? Ja. Dit is de Manhattan Bridge. En er zijn eigenlijk 3 grote bruggen in New York City. En dat kan je onthouden aan BMW, dus van het automerk. En dan staat de B voor de Brooklyn Bridge, de Manhattan Bridge en de Williamsburg. Niet de Brug, maar de Burg volgens mij. Nou, BMW in ieder geval. Kijk hoe cool! Vet hè? En ook weer, we hebben weer pech soort van. Hij is weer helemaal ingepakt. Alles is ingepakt, dat is bij de vakantie. Maar dat betekent dat ze het goed aan het restaureren zijn voor de volgende. Ja. Helemaal vet. Dat je er niet aan valt. En dit is toch echt typisch New York zo met die trappen. Oké, voor de kostenpoelkijkers hebben we een leuk feitje ontdekt. Ik ga mezelf net achter. Ja. Dit is het huis van Jenny The Freak. Ah, Gossip Girl! Good morning Upper East Siders. Oh nee. Brooklyn Dumboers. Heel leuk. Heel leuk. Ze had een parel hoor. Dus we waren net van Water Street / Washington Street doorgelopen naar de kant van het water, een parkje ingeslagen en dan kom je dus op een geheime spot van USA VLOGS BY MEREL. En er is hier niemand. Nog even zo dat jullie beter kunnen zien. Oh, mijne. Brooklyn Bridge. Nou, alle gebouwen, of course. En zijn je ook nog naast de Manhattan Bridge. Super vet. Cuties. Wij zijn bij de Time Out Market. En we zijn bij het strand bij Bagel. Ja. En dan kan je dus, je raadt het niet, maar bagels eten. En ik heb een bagel met, het is al een cinnamon apple. Nee, wat is nou cinnamon raisin bagel? En dan zit er nog daarin iets met cream cheese en nog meer cinnamon en apple. Hold on, dan ga ik mijn cameraatje even draaien. Ik heb aanraden van meneer een original bagel met eggs en avocado. En een cappuccino met haar. Of een latte met havermelk. Oh mijn god. Dus ideaal. Toppie. Nou, even proeven. Het is makkelijk. Makkelijk. Na een korte stop in Brooklyn gaan we nu echt de brug overlopen. En zoals je ziet, hier kan je hem lopen. Hier rijden ze de stad in. Aan de andere kant rijden ze de stad uit. Zo gaaf dit uitzicht. Wauw. Wat vind je? Wauw. Dit is zo mooi. Tof hè? Hoi. Welkom bij het Weetjesjournaal. Hier achter ons is dus de Manhattan Bridge. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar rijden metro's. Echt! Zie je het? Daar rijden metro's over. En dat is dus van Manhattan naar Brooklyn. En de metrolijnen J en Z gaan er overheen. En er is dus een artiest die daarvan zijn naam heeft. Daardoor heeft laten inspireren. Namelijk, tromgeroffel. Heel origineel. Jay-Z! De man van Beyoncé. Het schijnt dus dat hij daarvan omdat hij vaak die metro pakte. Die metro's. Hij kwam zelf volgens mij uit Brooklyn en dan... Nou, Jay-Z heeft dus waarschijnlijk daar zijn naam van gedaan. Perfect! Wij hebben even geplast in het Four Seasons Hotel. Wat heb je daarover gekeken? Wat is daar? Kom even. Oh, wauw. Je kan hier helemaal zitten. Oh, wauw. We hebben heel chic geplast even. Heel chic. Mooi. Nou, dat is wel leuk. Ja. Ik zal even een uitleg geven nog aan het vorige filmpje, want we liepen gewoon langs de Four Seasons en ik zei voor de grap van, kom hier, gaan we even naar binnen, want dat is gewoon, ja, daar wil je gewoon slapen. Dat is gewoon ting ting, dat is gewoon leuk om te kijken. En toen deed dus die man die deur open voor ons, dus ik zei, oh no, I was just joking. Zei die, no, no, come in. Dus ik zei, oké. Dus ik ging hem plassen. Het ging heel chic plassen. Heel aardig. Ja. En nu zijn we dus, want we zijn dan van de Brooklyn Bridge eigenlijk bijna rechtdoor. Het is een beetje, af en toe een beetje rechtdoor naar links, rechtdoor naar links. En dan kom je eigenlijk al vrij snel dadelijk uit bij Ground Zero. En Ground Zero is natuurlijk de plek waar twee gebouwen zijn ingestort na die aanslag. Dus dat was altijd wel even heftig gebied. Dus maar mooi om te zien. Nou, daar lopen we dus nu zo op af. Hier op de rand zie je dus alle namen van de slachtoffers. En dit is zeg maar de memorial plek van waar de gebouwen gestaan hebben. En dan is er dus daar nog één. Het waren natuurlijk twee torens. Het is echt super indrukwekkend om hier te zijn. Maar nog indrukwekkender vond ik het museum 9/11 Memorial. En dan kan je ook met, als je een New York pas hebt, kan je hem daar ook, ik weet niet precies welke uit mijn hoofd, maar kan je zeker aan newyork.nl Erik vragen, die weet dat sowieso. Maar dat museum was echt, daar liggen gewoon wrakstukken, hangen allemaal foto's van de mensen die het niet overleefd hebben. En daar waren zelfs overal tissueboxen omdat mensen daar zo emotioneel worden. Dus echt, dat moet je gewoon echt een keer gezien hebben, echt super vet. Wij gaan het helaas niet doen deze trip, want wij hebben niet zo lang de tijd. Dus... we moesten keuzes maken, maar ik zou het zeker aanraden als je langer de tijd hebt. Hier zie je het beter. Hier is dus de ene van de Twin Towers. En hier de andere. Dus ze stonden zo dicht bij elkaar. Hey vloggie. We zijn nu bij de St. Paul's Chapel. En deze is super dichtbij waar de Twin Towers stonden. En eigenlijk in dit kerkje... er werden dus heel veel mensen opgevangen, want omdat het natuurlijk hier zo dichtbij gebeurde, dat was helemaal ingestort, mensen in helemaal blinde paniek. Het schijnt dus dat hier heel veel mensen zijn opgevangen. Je kan er naar binnen, moet je zeker doen, maar het kan alleen nu met een mondkapje en dat hebben we niet bij ons. Vaccinatiebewijs zelfs. Vaccinatiebewijs zelfs, super raar, maar oké. Dus we gaan misschien even doen alsof we dom zijn, maar we proberen, mensen laten ons waarschijnlijk niet binnen. Maar, dat ik het weet, wel even kijken... als je zin hebt en tijd. Ja, en even over die graaf. Over die graaf, oh ja. Let op. Er zit ook een soort klein kerkhofje helemaal omheen. Het loopt ook zo langs het kerkje, maar er zijn echt stenen bij. Bijvoorbeeld even deze. Wanneer is die? 1780 of zo staat daar. Nee, 1779. 1779, oh ja. Nou, heel oud. Nou, die kan je al niet eens meer lezen. Deze is weggevaagd. Die doet het ook niet meer. Maar echt wel heel vet. We zijn toch binnen en ze hadden een mondmasker voor ons en we konden gewoon met onze QR-code van je app op je telefoon. Dus het viel allemaal goed mee. Nou, dat was dus onverwacht nog best wel leuk. We zagen verder niks meer van wat ik me kan herinneren van de 9/11 Memorial binnen. Maar ze waren dus aan het repeteren voor een classical musical die dus 17 september... online komt en ook je kan hem hij is hier of zo ergens, maar we kunnen hem ook online volgen, namelijk iets met Wall Street Trinity, oh hier Trinity Church Wall Street, the choir editions, oh nou dit dus, en dan kan je dat op dat iets met Wall Street Trinity, oh nee TrinityWallStreet.org, daar kan je het live op volgen. Nou, het was echt super mooi hè, zo in die, ja, het was echt heel mooi, helemaal zo hoe ze dat gingen zingen in die kerk. Dat was wel heel raar, want we moesten dus bij moesten een mondkapje, maar die mensen hadden ook allemaal een mondkapje op. Terwijl ze aan het zingen waren. In Nederland zijn we al moe om te praten, zeg maar. Ja. Maar hier zingen ze. Maar ook super raar dat het dus hier alleen moet, want je hoeft nergens verder. Nee. Dus weird. Maar leuk. Friends, wij zijn nu op het bekende Wall Street. En wat is er nou bijzonder aan Wall Street? Hier hebben we dus achter ons de New York Stock Exchange. Dit is dus waar de beurs is. Dus er zitten hier heel veel mannetjes, ook veel vrouwen. Yay! Achter hun computer te werken met financiële cijfertjes, moeilijk. Ik begrijp er nooit geen ene hol van. Maar dat is dus allemaal hier. Super vet gebouw. Amerikaanse vlaggies. Visa staat er slecht voor. Staat er niet slecht voor de creditcard. Uh-oh, dat is niet goed. Je moet dus helemaal door de scan hier zo als je een belangrijke pief bent die dan hier werkt. Het is echt wel, kijk, man met je pak. Ja, het is helemaal big deal hoor hier. Wat ook nog hoort bij Wall Street en de bezienswaardigheden is deze stier. En deze stier, zoals je ziet, zijn heel veel mensen hier in de rij. Want die willen allemaal met je bezig op de foto. En als je ze ballen aanraakt, die zijn heel groot, die hangen ergens om te bungelen. Dat brengt geluk. Wat zijn mensen toch eigenlijk rare wezens? Ik zal even de ballen laten zien en kunnen jullie ook geluk krijgen als jullie naar de vlog kijken. Kijk, nou kijk, daar hangen die ballen en iedereen gaat eraan zitten. Ja, dat is echt. Nu zijn ze de rest van hun leven gelukkig. Oh ja. Mario. Huh? Hoezo? Ben je niet op de foto met die stier? Nee, dat hoeft niet. Nee? Gelukkig dat ik in New York ben. Oh, goed zo. Ik hoef niet met een stier, zo'n ballen. Oké. Nou, dus de stier staat dus voor een beetje de harde wereld hier op Wall Street. Het is een beetje zo'n man's world. En nou, het gaat over harde business life. En dan is hier ook nog in de buurt nog een ander standbeeld. Die wil ik ook even opzoeken. Je ziet ook altijd wel opnames in New York. Ik weet niet wie dit is. Misschien weten jullie het. Not in for the money. Het ziet er echt uit als een Amerikaan in ieder geval. En dat andere standbeeldje wat ik dus bedoelde, die staat dus hier. Waar, recht tegenover waar we net waren. We hadden er gewoon helemaal over het hoofd gezien. Maar dit is dus de Fearless Girl. Dus staat ze met haar handen in de zij. Dus ze kijkt naar Wall Street en de Stock Exchange. En het is een beetje zo van... dat zij een droom heeft om daar later ook te zijn. En dat ze er nu nog niet is, maar later wel. En degene, dus het is iets met van, she's not there yet, but stand with her of zoiets. Dus ik vind het heel cool. Maar de maker van die boel, dus die stier van net, die vond het niet zo leuk. Want die wilde juist helemaal de mannelijke kant laten zien. En toen kwam ineens dit standbeeld erbij en dat schijnt hij niet zo leuk gevonden te hebben. Dus, I like this one. Wij gaan even fietsen met de CitiBikes. En dan kan je voor 3,99 kan je dus een fiets uit het ding halen. En dan een dagpas kost $15. En dan moet je dus wel, je mag maximaal 30 minuten eigenlijk fietsen. Maar deze stations staan door heel de stad. Dus wij gaan nu van ongeveer Wall Street zijn we nog steeds, gaan we richting de Highline fietsen. Let's go. Ik heb een... Oké, de route heeft Kiki geladen bij een wifi-punt, dus we kunnen. We zitten nog geen 2 minuten op het fietsen en we zijn al bij... Battery Park aangekomen. Hier gaat onder andere, wat zie je achter mij, net niet helemaal, maar daar gaat een gratis ferry. En die brengt je naar, het heet de Staten Island ferry volgens mij. Dan kan je zo naar het Vrijheidsbeeld varen en naar Staten Island. En hier heb je dus ook een soort van boardwalk langs het water. Heerlijk. Gaan we even fietsen tot aan de Highline dan, denk ik. Even kijken hoe het ook weer zat. Heerlijk in ieder geval so far. Het is heel schattig. Ja, en Battery Park. Ik zag trouwens een super grote speeltuin. Dus als je met kids bent, helemaal leuk. Nou, gaan we er weer vandoor? Ja, we gaan weer verder. Zo jongens. Wij zijn helemaal dus van beneden Manhattan naar boven gefietst. Oh, niet tegen mensen aanlopen. En heel de tijd langs het water zeg maar aan onze linkerkant gehouden. Officieel mag je daar niet fietsen. Maar ja, je heet Marjolein en... Merel, maar je wil wat. Ja. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Toerist, dus ja. Er stond overal van dat je eigenlijk moest afstappen, maar je kon gewoon altijd overal fietsen. Er was wel ook een fietspad verder van het water af, dus dat kan je ook doen als je niet durft wat we hebben gedaan. Maar het is wel heel gaaf. Het is echt super, want je zo echt, leuk. Het is allemaal sportactiviteiten langs het water, allemaal mooie parkjes. Speeltuinen met water en hondenparkjes. Superleuk voor kinderen. Ja. En wat zien we nou, waar we nu zijn? Deze tuin, ik weet even niet hoe het heet, daar kom ik later op terug, maar dat ziet er zo gaaf uit. En het was precies ter hoogte van waar we moeten zijn voor de Highline. Dus de fiets hebben we hier geparkeerd in zo'n CitiBike stal. En dan gaan we even hier. Kijk nou, het is echt een soort van hangende tuin. Heet hè, kindje? Het is zo heet. Het is echt heel warm. Hier helemaal een leuke plekje om te zitten. En allemaal mensen die gezellig omhoog aan het lopen zijn. En pianootje. Super leuk. We zijn omhoog geklommen. Het was het wel waard. Dan heb je view over Jersey City. Dat is dus een andere staat, hè? Dat is grappig. We zijn nu in New York State en dat is New Jersey. En eigenlijk het mooiste van de view is natuurlijk daar, hè? New York City. Echt heel cool. Ja, het is echt gaaf. Even naar boven lopen als het niet te heet is, zoals vandaag. Ook dan even doen. Ja. Oké, ja, gewoon even doen. Je bent in New York. Gewoon get a grip, weet je. Ja. Het heet trouwens gewoon Little Island. Nou, echt super vet. Zo, wij zitten even lekker bij Simó Pizza in het Meatpacking District. Het ruikt heerlijk. En er zit gelukkig genoeg garlic op mijn pizza. Nou, dan ben ik al blij. Eet ze, liefie. We zijn helemaal bijgekomen. In de airco. Lekker drankje gedronken, pizzaatje. Dit heet dus Simó Pizza. En dat zit dus echt bijna tegen de Highline aan. Dus als je dat ook zo wil plannen, kunnen we het zeker aanraden. Oh, bedankt dat je me even aankleedt. Ja, graag. We gaan nu de Highline op. En de Highline, dat is een soort van, ja, een elevated park. Dus een park op dingen. Ja, het is een oude metro. Ophalen. Het is een oude treinrails, zeg maar, waar dus nu niet meer de trein rijdt. Maar daar hebben ze een park van gemaakt. Nou, helemaal leuk. Ik heb het gedaan met mijn vader. 7 jaar geleden. Nu ga ik het met Kikidee doen. Marjolein Kikidee testen. Kijk, we zijn dus nu hier bij de Gansvoort Street. En dan ga je dus zo omhoog. En het is dus 2,33 kilometer. Let's go! Zo is het dus. Het pad loopt dus zo. Maar je ziet onderweg ook sightseeings. Kijk, daar waren we dus straks. Heel tof. En je loopt echt hier langs de gebouwen, door de gebouwen. Echt heel vet. En ineens loop je dan langs allemaal gezellige zaakjes. Met art dingetjes. En hele goede ideetjes. Een ijsje te halen. Even kijken wat ze hebben. Ja. Daar zien we The Edge. Dat plateau daar zo. Kijk hier. En daar gaan wij vanavond op. Ik vind dat een beetje eng. Ja, hè? Ja. Nou, daarom vind ik het extra leuk. Ineens gaan we een trappetje een stukje naar beneden. Kan je even zitten. Beentjes even laten rusten. En dan kijk je zo op 10th Avenue. Dat is echt heel leuk. Gaaf, hè? Ja. Highline is echt leuk. Toppie. En het is gratis. Ik loop echt nog die rails ook. Super leuk. En moet je even kijken dan, zo'n vet gebouw. En The Edge. Nou, ik vind het helemaal fantastisch hier. Typisch New Yorkse trappetjes. Zo, we komen net van de Highline afgelopen. En dan kan je bijna je neus stoten aan de Vessel. Wauw. Die heb ik nog nooit gezien in het echt. Zo. Dit is wel een bijzonder gebouw. Heel vet. En het zijn dus allemaal een soort van trappen. En dan heet het dan trappen. En het schijnt wel heel gaaf te zijn. Het schijnt wel gaaf te zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen, maar niet geweldig. Dus wij slaan hem over. Omdat je daarvoor moet betalen. En we denken dan van, dan doen wij liever andere dingen daarvoor. Ja. Maar om even zo te zien, super vet. Kijk nou waar we nu zitten. Echt, die lopen we gewoon zomaar tegenaan. We zijn dus nu nog steeds bij de Vessel. We staan ineens allemaal op stoeltjes. Heerlijk. US Open is vandaag begonnen, dus dat zijn ze blijkbaar aan het afspelen. Dan lig je zo tegen de Vessel aan te kijken. Super vet. Dit was echt geweldig. Ja. We hebben hier echt even lang gelegen. Het was super lekker. Maar nu, deze tijd, omdat we er toch zijn, gaan we naar The Edge. Oké dan. Wow. Oh. Ik vind het geweldig. Are you ready? Oeh, voor mijn oren. Oh, voel je het ook? Ja. 100ste verdieping. Ik denk dat dit echt nog geen minuut duurde. Nee, dat was echt. We waren er binnen een paar seconden. Oh mijne. Oh mijne. Prachtig. Kijk, je kan daar lekker wat drinken. Helemaal fancy zeg. Wauw. Even kijken. Wauw. So pretty. Echt heel vet. Kijk jongens, de Hudson River. Hier zo. Kijk al die bootjes. En die gebouwen. Ja, dit is echt geweldig. Dit is echt fantastisch. Maar daar komen we natuurlijk voor. En daar zit dus niks onder, hè? Daar gaan we heen. Kan je het aan? Ja, ik moet zeggen. Oh, dit is toch pretty? Ah, echt zo tof. Nou, hier is dus zeg maar gewoon stenen. Maar alsnog, er zit niks onder je. Maar je kan daar op zo'n glazen plaat. Dan kan je dus echt naar beneden kijken. Ga je dat ook nog aandoen? Ja, natuurlijk. Let's go. Oh, wat een view. Ga er maar op. Ik wil je reactie filmen. Dat ga ik niet doen. Jawel. Tuurlijk wel. Oké, hold on. Oh mijn god. Nou, wij moeten ook even zo liggen, de foto. Eigenlijk ligt er niks bijzonders onder. Oh mijn, dat is echt heel hoog. Even, ik zal je even, want daar is dus pas de grond. Want dit valt nog wel mee naar hier, want ik weet niet wat dat is, maar... Dus het gebouw. Daar, waar die auto's rijden, dat is de grond. Weet je, ik moet zeggen, ik vind me eigenlijk een beetje tegenvallen met die van Chicago. Want je bent wel heel hoog, hè, want daar, zijn dus daar is de grond pas. Maar je kijkt eigenlijk op die gebouwen. Hier. Ja, future. Kijk, de Empire. De Summit One, daar gaan we ook van de week op. Die heeft ook heel vet van die... Wat is dan de Rockefeller? De Top of the Rock, ja. Nou, daar ben ik dus nog nooit op geweest. Dus die kan ik denk ik even niet zo snel aanwijzen. Nee, hij is volgens mij wat lager. Je kijkt dan volgens mij ook op Central Park. Of ja. Je kan dus nog een trappetje omhoog. Je kan zelf lopen, dat is wel matig. Maar kan je hier tafeltennissen. Dat is natuurlijk wel een grappige experience. First you should learn playing. Okay, it's nice view, not of the match, but... En op deze trap zitten mensen allemaal lekker te chillen en genieten van dit prachtige uitzicht. Even niet voor het een of ander, maar daar zijn dus van die chappies die dus over de rand hangen. Hè, over de rand. Maar ze kijken dus hierop. Dat is dan toch niet zo heel cool? Als ze dat nou daar doen, dan kijk je dus echt in de diepte, soort van. Dus dat... Ja, ik ben even vast aan. Die mensen hangen dus wel even. Tjie. En dan gaan ze weer terug. Ja, maar het is ook... Nu met die, dit heet dan The Edge, hè? Dus dat je er overheen hangt over iets zonder dat er iets onder je zit. En dan heb je dus zo'n glas, daar gaat het hier om. Dat is een triangle. Maar het is een heel klein glaasje eigenlijk. En je kijkt eigenlijk op een gebouw wat er nog niet aanhangt. Op dit gebouw volgens mij. Ja, je loopt het gebouw zeg maar zo. Ja, dus je kijkt niet echt in de diepte. Wat je wel dus denkt dat je gaat doen, maar dat is niet echt diep. Het is een prachtige sky. Ja, en aan de binnenkant hè, met de lift omhoog en de weg naar de lift toe, dat was echt fantastisch gaaf. Ja. Dus ja, dat is de review so far. Maar wij zijn nog wel aan het genieten hier op de trap. Ik ben trouwens nog vergeten te zeggen dat je dus eigenlijk normaal $43 betaalt voor een los kaartje om hier omhoog te gaan. Maar wij hebben hem als onderdeel genomen van onze New York pas. En wij hebben dus de Explorer pas gekozen. Hebben we allemaal geregeld via newyork.nl bij Erik. Kijk, dan krijg je zo'n app. Kijk, dan heb je zeg maar je app en daar staan dan ook allemaal attracties in, zeg maar, bij attracties die je dan kan doen. En dan hebben we hier zeg maar onze passen en dan gaat er dan gewoon elke keer een attractie af als we hem gebruiken. Ja. super vet. En wij hebben dan inderdaad gekozen voor los attracties kopen. En dan kan je dus kiezen hoeveel je er wil zelf. En dan betaal je dus daarvoor. Volgens mij ben je dan kwijt. Wat hadden we nou betaald voor zo'n pas? We hebben 5 attracties. En dat 30 per persoon. Ja. Ja. Dus ja, als je er 5 doet, ben je dus wel goedkoper uit dan bijvoorbeeld 5 keer los €43 doen. En echt alles is wel rond de 40 euro. 40, 50 euro. Ja. Want de dollar en de euro zijn nu gelijk aan elkaar. Maakt daar niet uit. Dus ja, vandaar. Nou, dat was weer even. Vergeet te melden. Kom je dus helemaal blij uit de Edge. In zo'n mooie mal terecht. Loop je dus tegen een La Durée aan. Dat gaan we, ja, dat kunnen wij niet weerstaan. Nee, dat kunnen we. Dat weten jullie misschien van als jullie ooit onze Parijs-vlogs hebben gezien. Ja, dit moeten we doen. Ja, gaan we dit doen. Gaan we doen. Oh, kijk eens. Station 34. Hoe vet. Oh, allemaal patches aan de muur. En die pakken. Met die namen erop. Wauw. Vet. Deze is nog cooler met de Amerikaanse vlag erop. Wauw. En daar alle... Hoe noem je dat? Commandanten? Nee. Ik weet niet meer. Heel vet. Oh, kijk eens wat hier zit. Kijk. Cannoli. Ja? Carlos. Bake shop. Van TLC. Oh, Cake Boss. Dat ligt altijd zo leuk. Kijk, Buddy Balastro. Oh, je hebt helemaal merchandise. Kijk die petten. Echt? Oh, kijk, pet. Helemaal leuk. Nou, wij gaan even zo'n cannoli halen. Wij gaan dat proberen voor jullie. Ja, gaan we wel vloggen. Kijk, het is allemaal drukke bedoeling. Hallo, hoi. Wij hebben net bij Cake Boss een cannoli gekocht. En voortaan ga ik dus door het leven. Ik zeg toch altijd in Amerika dat ik Miley heet, want probeer maar aan een Amerikaan uit te leggen hoe je Merel schrijft, ja. Maar Miley gaat er blijven. Ik heet dus voortaan Miley. Het is toch niet zo moeilijk? Het schijnt. Nou, we hebben dus... dit is dus van Cake Boss. En Cake Boss is bekend van TLC. En hij is daarvan weer bekend om de cannolis die hij maakt. Nou ja, hij maakt het ondertussen niet meer zelf, denk ik. Dat denk ik ook niet. Het ziet er ook niet echt heel erg uit. Want dit is natuurlijk ja, Italiaans. Maar ik denk dat iedere Italiaan die dit ziet omdraait in zijn graf als hij dood is en levend... Durf je het niet aan, dus. Het ruikt wel lekker. Oké, jij mag dus eerst een hapje dan. Nou. Ik heb dit nog nooit in het echt op. Of niet in het echt. Ik heb dit nog nooit eerder op. Sorry. Ik ook niet. Oh. Een buitenlaagje? Nou, een soort van... Zacht binnen, maar... Ik denk voor dat ze $6? Ja, nou meer dan 6, hè, tot bijna 7. Ja. Ik denk dat ze dit in Italië anders maken. Ik denk het ook. Weet niet. We hebben nog een nieuwe La Durée smaak. Misschien is dat leuker. Oh. Ja. We hebben ook La Durée gekocht. Dit is natuurlijk dan weer helemaal niet Amerikaans. Nee, maar dit is eigenlijk ook niet Amerikaans. Ja, maar dit is wel echt Cake Boss. Ja, maar het is niet... Ja, ik ben er niet van onder de indruk. Nee. Welke wil die dan laten zien? Die Virgin... Maar die Pina Colada. Pina Colada? Ja, we gaan die dan laten zien. Dat is helemaal niks aan elkaar. Nee. Dat is misschien wel grappig. Ja, wij houden dus vreselijk veel van La Durée. Ik zal het even kort uitleggen. We hebben 2 fleur d'oranger, dat zijn onze favorieten. 2 roos, 1 citroen en 1 pina colada. En die hebben we dus nog nooit op, dus die wilden we ook proberen. Dan mag jij eerst. En voor 6 dingen, $21. Ja. Lekker. Kokos. Ja. Ja. Niet de allerlekkerste ooit, maar... Nee, lekker. Nou, wij gaan even... Omkleden, optutten. Opkleden en dan gaan we naar een rooftop bar die we hebben getipt gekregen. Van meerdere mensen om ons heen. Ja, echt best wel veel mensen. Ja, dus... Stay tuned. Ja. Good evening from New York. Hi. Wij staan nu in de rij. Let op. En dan denk je, waarvoor? Nou, voor de rooftop bar... 2:30. Ja, rooftop bar. En de lely al hier lang. We zagen het dus bijna niet. Nee, je zou er zo voorbij lopen. Maar ja, je gaat natuurlijk omhoog. Dus je kan er nu nog niks van zeggen. Nee. We gaan het zien, maar de rij zegt toch al genoeg, denk ik. Ja. Dan zal het wel goed zijn. Hi, Kitty. Kijk, is zo cool. Met de Empire. Cheers. Wow, lekker eten. Lief allemaal. Jullie hebben het einde van deze vlog bereikt. Het was weer een topdag in de United States of New York City. Dat is geweldig. Dat is top. Dus bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het gezellig vond. En abonneer op mijn kanaal. En tot morgen.